spray, dat spray, we nog afreden. Morgen! Want dit is slechts de politie, en dit is slechts vandaag alleen. En het is onafgekondigd, begrijpt u? Morgen 10 uur staan we weer hier. Morgen 10 uur staan we weer hier. Dan gaan we de samenleving niet oproepen. Maar het is aan de samenleving gelegen om na te gaan. In hoeverre ze de heren Hellens en Gentle willen ondersteunen. Want het is duidelijk dat de regering niet wil dat mensen moeten praten. Iedereen is vrij om mee te doen. Iedereen is vrij, politieke partijen, wie dan ook, wat dan ook, ik bemoei niet. Iedereen is vrij om mee te doen. U mag, mevrouw, u mag. U bent welkom, u bent welkom. Iedereen is vrij om mee te doen. En men wil de mensen ons recht geven om protesten, dan laten ze ons alle hier ons. Ik denk dat mijn partij van mijn lieden mannen van jaren nu alle den gewoon van konden deja. Dat zomaar je zijn kon. Zomaar je zijn kon nu alle den gewoon van konden deja. Kijk, grondwettelijk heeft Suriname twee gewapende machten. Eén is al hier, de tweede is op een aantal. Dat betekent, in feite is meneer Santok die met één been al uit het ambt gelegd. Als hij zo door wil gaan, dan gaat hij straks zien dat hij uit het ambt zal worden gelegd. Want dat kan niet toch? Komende dagen wordt spannend en het land is niet stuurloos. Dus er is een waarnemend president. Men moet komen praten. Want je kan niet iemand vrijdag op korpsrapport, donderdag op korpsrapport hebben en vrijdag heeft die man ontslag. Dus binnen minder dan 24 uur heb je strafvoorstel. Het is van KPS naar Juspol gegaan, van Juspol naar kabinet, van kabinet naar Bisa, van Bisa naar kabinet, van kabinet naar Juspol en van Juspol naar KPS weer. Maar wanneer wij wachten op onze beschikkingen of resoluties, dan moet je jaar in jaar uit wachten. Ja, nee, dat is nog niet, al ben je bevorderd, maar dan moet je een resolutie krijgen of je beschikking. Je wacht jaar in jaar uit. Het kan niet in orde worden gemaakt. Toch? Maar nu zie je hoe slagvaardig met de werk is gegaan. En heel snel zijn resoluties uitgekomen. En die resolutie die rammelt van alle kanten. Zonder dat men rekening houdt met die algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Er is een politieke resolutie uitgerold. Waarbij men de hoofdofficieren Hellens en Gentle hebben ontslagen. Vanaf morgen zijn we weer hier, 10 uur. Dan willen we wel het antwoord van u. Op het besluit van de regering. Althans, dat wil het besluit intrekken. Want morgen 10 uur zijn we weer hier met de politie, mensen. En ieder is vrij om de politie te ondersteunen. We gaan niemand uitsluiten. En de militairen die vergaderen ook vanavond om de politie te ondersteunen. Begrijpt u? Dus wanneer de militairen ook de politie ondersteunen, dan moeten we zien wie de veiligheid zal garanderen. En misschien wil de regering dat hebben. Aangezien ze bijna 100% weten dat ze niet meer aan de macht komen. Misschien willen ze dat hebben. Maar ik denk niet dat Suriname dat nodig heeft. Het is meer dan duidelijk. En de regering wil mensen mond dood maken in Rusland. En u zit daar met stemmen van bijkans 40.000 Surinamers. 30.000. Begrijpt u? Meer dan 30. Het is wel drie zetel, maar het is niet weinig. En dat gaan we niet accepteren van de VAP, verwachten we het. Toch? Omdat dit maar bij Baroutak VAP nog boem. Ze hadden ons gewaarschuwd. En we hebben niet geluisterd. En we zien, en die weet het ook, meneer Rotat, die weet het ook, meneer Begadin, die weet het ook van waar deze dingen komen. En die mannen hebben ook een zin. Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kunnen we zeggen dat deze besluiten niet van NPS komen, niet van ABOP, niet van dit, niet van dat. Het komt vanuit één hoek. En dat is sociaal-maatschappelijk begrijpen we die dingen, meneer Begadin. Voorzitter, u bent heel goed begonnen. Laten we niet emotioneel de zaak bespreken. Er is een issue. We zijn volksvertegenwoordiging. We willen naar kijken. Hier is het huis van het volk. Ongeacht wie hier aanklopt, we nemen die zaken serieus. Ja, daarom gaat u ons niet doorpraten nu over de ABOP, de NPS, VAP, NDP. En wie dan ook, wie hebben we nog? We hebben ook nog de BEP. Ja. Maar wat we willen doen, ik ga voorstellen. Want u ziet hoe moeilijk het is om zo met elkaar te praten. Maar wij zijn bereid. We hebben onszelf vrijgemaakt
om nu met het bestuur aan tafel te zitten, om de in- en outs te vernemen, dan maken we een afspraak, een werkafspraak, hoe we dit samen kunnen aanpakken. Dus dat is het voorstel. De vakbond is niet losgekoppeld van politiek. En politiek is niet losgekoppeld van politieke partijen. Wanneer we zoiets entameren, dan hebben we het over een sociaal-maatschappelijk issue. Daar ben ik. Ik kom er niet onderuit om over politieke partijen te praten. Omdat we weten allemaal hoe de zaken zijn. We weten allemaal wat zich afspeelt. We zien dagelijks duizenden mensen bij de vicepresident, maar we zien niemand bij de president. Het is gewoon een feit. Het zijn sociaal-maatschappelijke zaken die we moeten, die geen nader betoog behoeven. Dus dat heeft niets met emotie te maken. De voorzitter die vraagt ons nu om naar binnen te gaan met het bestuur. Ik wil met het voltallig bestuur en de twee adviseurs, Helen en Gentel, naar binnen gaan. En dan wil ik het gesprek met ze voeren. Ik vraag u, gaat u niet weg? Ik blijf niet langer dan 30 minuten binnen. De mensen hebben gevraagd van wat is er gaande. We hebben alles uitgelegd. We hebben de nodige documenten ter hand gesteld. Dus morgen zijn we 10 uur weer hier. Dan moeten we iets van ze horen. Ook al komt de intrekkingsresolutie vanavond, dan zijn we morgen hier om dat hier te bespreken. De ALV heeft besloten om in paraat te zijn tot en met morgen. Dus morgen zullen we andere bijzonderheden met u delen. Maar morgen 10 uur bent u hier om uw presentie te tekenen. Gaat u niet aan het werk, nog een brokken, u arregeren niks, nee brokken, ik denk aan niks. Akkoers dat 30, heb je een verklaring daarvoor gekregen? Akkoers dat 30, zoveel, heb je een verklaring daarvoor gekregen? Dus ik dus maar bel qua bureau. Aan de samenleving wil ik zeggen, blijft u thuis. Blijft u thuis, de samenleving. Blijft u thuis. En ik wil niemand oproepen, maar het is aan u om te bepalen in hoeverre u de heren Hellis en Gentles willen ondersteunen. Maar iedereen is vrij om mee te doen. Politieke organisatie, maatschappelijke organisatie, alle organisatie, iedereen, vakbeweging, iedereen is vrij om mee te doen. Want als de regering vandaag dit kan doen met twee voormalige vakbondsleiders, dan is het morgen een andere vakbond. Dit is een rechtvaardig strijd en dit is een protestactie. Dus laat men ons allemaal ontslag geven. Als men vindt dat dat niet kan, laat dat zo zijn. Dus voor nu zijn we niet aan het werk. We zien elkaar weer hier morgen om 10 uur. Dank u wel. Wel thuis. Morgen! Morgen! Dank u.